Goedendag, vandaag hebben we nog eens een wet, equivalentie en conjunctie. Equivalentie betekent als en slechts als, en de conjunctie betekent een en verhaal. Ja, hier, P als en slechts Q betekent P daarvoor Q en Q niet P. Dat betekent P daarvoor Q betekent P voor Q en Q voor P. Hier, Jan eet een appel en Q het regent. Jan eet een appel slechts en als het regent. Dat betekent P als en slechts al Q. Dat betekent als Jan een appel eet, dan regent het. Dus P daarvoor Q. Ja, en als het regent, dan eet Jan een appel. Dus P daarvoor Q. En als het regent, dan eet Jan een appel. Q daarvoor P. Dat zijn dus twee equivalente relaties. Dat gaan we bewijzen met de waarheidstabel. Hier P en Q. We gaan eerst P als en slechts als Q berekenen. De equivalentie. Dat als P waar is en Q is waar, dan is P als en slechts Q ook waar. Als één van de twee waar is, is deze niet waar. Dus één van de twee is waar en de andere niet is onwaar. Als de beide onwaar zijn, wordt het terug waar. Dat is de waarheidstabel voor P als en slechts Q. Nu gaan we deze twee berekenen. Eerst P daaruit volgt Q. Dat betekent, en dan Q daaruit volgt P gaan berekenen. P daarvoor Q, als de beide waar is, waar. Dit is ook waar. Alleen als je waar en dan onwaar hebt, is het onwaar. Dit is onwaar en dit is waar. Bij Q voor P heb je andere volgorde. Eerst Q, dit is waar. Hier, dit wordt onwaar dan. Dit wordt waar. Waar. En laatste wordt ook waar. Nu, als we nu P daaruit volgt K, K en dan Q daarvoor P berekenen. Waar en waar is waar. Ja. Dit is onwaar. Dit is onwaar. En dit wordt terug waar. Dan merk je dat deze twee gelijk zijn. Dat betekent P, dat P als en slechts Q. Ik ga het opschrijven. P als en slechts Q is dan equivalent met P daarvoor Q en Q daarvoor P. Dus P als en slechts Q is evenwaardig met P daarvoor Q en Q daarvoor P. Dus equivalentie relaties. Dankjewel, bye bye. Goedendag, ik maak met veel plezier video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.